Er waren eens 6 boys met als doel het verkondigen van de heilige uitleggings en het verkrijgen van de ultieme shinna. Dit zijn die boys. Social media. Ja, wacht. Voordat we beginnen wil ik een shout-out doen naar social media, want zonder social media was ik nog maagd. Oké. Ja. Voor social media zagen we elkaar meer en zo. We maakten meer tijd vrij voor elkaar. En op een of andere manier, we leefden niet echt voor anderen, maar nu. Ik word wakker in de ochtend. Gym. Ik heb dit gegeten. Healthy. Hashtag healthy. Hashtag gym. Hashtag motivation. Hashtag dit, dat. Het boeit niemand. Must thank God voor social media. Gewoon kan ik in de club zijn, een chick tegenkomen en ze geeft me alleen de naam. En de volgende dag kan ik er gewoon opzoeken op Facebook. Leeghoofdige vrouwen zijn jullie. Allemaal leeghoofd met jullie Louis Tas en jullie zogenaamde weef. En wie van jullie kan kip marineren? Wie van jullie kan kip insnijden? Gewoon even straight up. Ik wil onder die reacties zien hoeveel van jullie dat kunnen. Niemand. Helemaal niemand. WhatsApp. Wanneer je een chick de nummer neemt, ik zeg jullie, doe dit altijd in de avond. Het eerste gesprek, doe het in de avond. In de middag is niet goed. Het is nog licht buiten. Er is geen vibe. Ze kan op school zitten. Doe het in de avond. In de avond rustig, laag in bed. Tot diep in de nacht en het gesprek afgesloten. Als het eerste gesprek niet goed verloopt, dan heeft het geen toekomst, jongens. Het gaat niet werken. Chicks die hun laatst gezien verbergen, waarom verberg je het eigenlijk precies? Als er geen gesprekstof meer is, is het gesprek afgelopen. Als er geen gesprekstof meer is, laat het gesprek. Het is klaar, finito. Die chick zegt je kom langs, ik snap niet. Je pakt ook geen bord uit de vaatwasser, houdt hem omhoog en gaat hem schoonlikken. Het is klaar, finito. Wanneer ik para ben, lachte en gelukkig, ik ben gek, brada. Je gaat ook niet naar het mortuarium en dode lijken proberen te reanimeren. Dat gaat niet. En je weet toch, je ziet iemand is online. Dus je gooit iets, maar je gooit veel hitte. Je zegt die boy van, hey, waar is mijn geld? Dan gaat hij offline. Ik zie je. Ik zie je. Ik haat WhatsApp. Ik kom je tegen in de club. Je zegt, neem mijn nummer. Ik geef mijn nummer aan je. Je neemt mijn nummer ook, we slaan elkaar op. Vervolgens ben ik thuis, app ik je, oké, we praten. Een dag daarna, ik app je weer. Je vraagt me, wie is dit? Had je mijn nummer expres verwijderd of zo? En die chicks die stroom zetten in de club, in real life, vonden overal. Ze zeggen, app me, je app ze, ze willen gewoon niet reageren. Wat doe je? Wat? I don't get it, man. Als jij Snapchat stuurt en jouw My Story duurt 2000 seconden, wie gaat dat bekijken? Het heet My Story, niet My Bible. Je weet toch, doe gewoon rustig. Wat is met die meisjes? Ze maken Snapchat, ze zeggen iets 2 seconden en dan filmen ze 10 seconden nog. Van, ja, ik ben aan het spelen met mijn haar. Ja, fuck dat, dat wil ik niet zien. Ze voelen zich verplicht om die 10 seconden te vullen. Ze zeggen gewoon 2 seconden, hey, ik ben er. En dan gaat het weg. En Snapchat is perfect voor stroom. Maar eerst moet de foto. En dan zeg je gewoon, je bent mooi. En dan stuur je het naar elke chick in lijst. Die chick gaat gewoon denken, het is naar haar, maar het is niet naar haar. Het is naar iedereen. Multifunctioneel. Besef, je distributeert gewoon die stroom. Kijk, ik heb die app gedownload op mijn iPhone. Jij en je Android kunnen thuis blijven. Zie deze telefoon? Stuur me geen Snapchat met deze Samsung. Wassig, je ziet alleen maar pixels, alleen maar blokjes. Ik lijk op Pepola. Wat is mis met die plaatjes? Met die hele diepe teksten. Je zet een super intelligente tekst. En welk plaatje is erbij? Wiz Khalifa. Die man smokt de hele dag. Hij kan die tekst zelf niet eens lezen. Waarom is zijn plaatje erbij? Vertel mij. Yo, fucka lang niet gezien, ja, man. Maat. Ja, man. Hey, ik leef, man. Ik ben gewoon op die streets, man. Die fucka, zijn er geen opties? Ja, hey, ja, maar hij was laatst. Ja. Hey, maar laatst had je me al followed op die Twitter, man. Ofa. Serieus? Ja, serieus, man. Men moet gewoon stoppen met die lange Bijbelse teksten op Facebook. Je weet wel, die teksten die zo lang zijn, dat je op meer lezen moet drukken. Die teksten die zo lang zijn, dat het zo lang duurt voordat je klaar bent met lezen, dat Jezus bijna terugkomt als je klaar bent. Snap je, je begint de ochtend, avond ben je bijna pas klaar. Weet je wat dat ding is? Ik zit niet meer op Twitter, toch? Nee, toch? Ik heb gisteren had je getweet, toch? Je nee, Twitter, man, hey, Twitter nee, is de laatste tijd wel weer gaande, man. Nee, maar iemand anders had me... Iemand. Als ik heel eerlijk mag zijn, Twitter toch? Mensen met 1000 plus followers, maar dan ook 1000 plus followings? Het kan niet, man. Ik zie je dan gewoon als een catfish. Instagram. Ik hou van Instagram. Je weet toch, een mooie dame liked je? Of nou ja, je denkt dat ze mooi is, dan heeft ze een slotje. Voor wat heb je een slotje? Voor wat is dat slotje precies? Leg het me gewoon uit. Wat heb je daar verborgen? Wat verberg je? Haal dat slotje weg. Ik ga je niet eens terug liken. Ik ga je niet terugvolgen. Je kan zijn wie je wilt zijn op social media.
Als jij op Twitter Goku wilt zijn, moet je niet in real life Jigglypuff zijn. Ik zie een paar likes op die Insta. Ja, kom, maak eens samen pika dan. Pika? Ja, pika toch, kan ik ook een beetje likes. Ja, dan zit je mijn naam eronder toch. Hey G, je bent flikker? Nee, die telefoon is nu zeg maar. En dan heb je ook die chicks die een slotje op je account zetten. En dan als profielfoto een dubbele chick. Eindstand volg je er, zij accepteert jou. En dan kijk je en dan is zij die chick gewoon niet. Dat is gewoon vreselijk slecht. Je bent gesaaid, catfish. Ze krijgen eerst 11 likes, je ziet die namen nog. Blijf gewoon true met jezelf en true met anderen. Dat is waar het gewoon om draait. Het erge aan social media is ook dat je kan zijn wie je wilt zijn. Insta, filters. Ik bedoel maar van mensen maken foto van vlek. Zet de filter erop, het lijkt op rainbow rood. Maar je ziet chicks, ze lijken op Beyoncé en ze is het Beyoncé. Ze zijn gewoon lelijk. Wat is daarmee? Hetzelfde met jullie gezichten. Kijk, ik weet hoeveel van jullie eruit zien zonder make-up. Ik kan gewoon foto's zetten zonder make-up. En jullie haten wel. But I don't care. Get Shinna or die trying. Social media is de plek waar je Shinna moet pakken. Daar is het allemaal begonnen. Instagram, Facebook, Twitter. Daar wat je van herkent. Daar kijk je nu ook naar hashtag die boys. Ha! We mogen YouTube zeker niet vergeten. Iedereen houdt van YouTube. Maar niemand houdt van die domme reclames. Die reclames zijn gewoon irritant. Maar wat we niet moeten vergeten is MSN. Wist je nog? Toen je 2 hartjes op dat meisje gooide. En zij gooide maar 1 hartje terug. MSN, stroom, MSN, mensen meten, MSN was geweldig, daar is het allemaal begonnen. MSN, rest in peace, 2013. Ik praat al de hele tijd over social media en dan ben ik gewoon LinkedIn vergeten. Want... Kill, who the F uses LinkedIn? Ja, wie heeft LinkedIn eigenlijk? Gekke professor of zo, I don't know. Laat hem maar zitten. En hey, hoe kom je helemaal op me zitten? Ga mee naar links. Ga naar links! Camera, Shinna, kill. Kill, wat nou, Shinna? My boys are never lonely. Hey broer,